allemaal, vandaag ga ik je leren hoe je een ijsje moet maken. Ik ga hem maken in de kleur geel, dus dit ijsje. En dit is, lijkt ook heel erg op split. Dus, sorry. Dus daarom maak ik hem in geel, omdat ik ook een split een lekker ijsje vind. Maar dit gele kan je in een, elke kleur welke je wilt. Kan bijvoorbeeld in rood, in het aardbeismaak. Blauw smurfijs bijvoorbeeld. Maar ik maak hem in geel. Een splitje dus. Oké. We werken telkens met twee elastiekjes. Zetten er dus nu twee van het midden naar de zijkant. En dat doen we ook aan de andere kant van de zijkant naar het midden. En dat doen we. En zo gaan we dus een paar keer vooruit. Nou, ik begin vooraan, dat is makkelijker te zien. Oh, ik wil ze wel netjes over elkaar. Dat doen we nog een keer. Nog een keer. Oh. En nog één keer. Oké, dat doen we. Zo gaan we ook vier keer vooruit in het midden. Ja, dat is vier. Oh, nou, nog één keer. En dat doen we zo ook aan de achterkant. Ik zet het filmmenu alleen. Dat gaan we vier keer doen. Ik zet het filmmenu even op stop. Dan zetten jullie ook het filmpje zelf op stop. En dan zijn we weer gelijk. Zo, nu hopelijk staan we nu weer gelijk. Nu pakken we wit erbij. En dan gaan we hier nog één keertje met wit rechtdoor. Pakken we nog een keer twee witte. En dan gaan we nog een keertje rechtdoor. En dan pakken we nog twee witte. En dan gaan we nog een keer rechtdoor. Dit witte is zeg maar dat vanilleijs daaronder. Oké, nu gaan we verder met bruin. Weer twee elastiekjes. En dan gaan we vanuit de witte in het midden, gaan we rechtdoor. Pak ik nog een keer twee bruin. En dan gaan we nog een keer rechtdoor. Misschien lijkt het op deze video zwart, maar het is echt bruin. En dan gaan we nog de laatste keer rechtdoor. Zo. Oké, en nu plaatsen we een catband van vier ringetjes. Dat kan je of doen met je haaknaald. Draai hem zo een keer erop. Draai hem een keer op. Nog een keer erop. Nog een keer erop, zo. En dan kan je hem uit je ding kan je hem bijtrekken en erop zetten. Nou, dat doe ik niet, want dat lukt mij ook niet. Dus ik doe het gewoon op de manier zoals je het in een vlechtje meestal doet. Voor meisjes. Maar ik ben een jongen. Draai ik hem een keer. Een slag, nog een slag, nog één slag en dan laat ik hem los. Oké. Nu gaan we, oh je ziet het niet, sorry. Nu gaan we horizontale elastiekjes plaatsen. En dat doen we
met gele elastiekjes plaatsen we hier zo eentje. En dan trekken we vanaf hier eentje naar boven. Je kan het ook anders doen. Je kan het ook gewoon gelijk doen. Nou, dat doe je zo. Ik doe het niet gelijk. Ik doe het met de haaknaald. Dat vind ik fijner. En nu gaan we hier een wit elastiekje plaatsen. Zo. En dan let op. Hier doen we ook nog een wit elastiekje. Bij het horentje. Zo. En die kunnen we gaan haken. We gaan hier in de capband. Die duwen naar achter. Pakken de elastiekjes. Oh, en ik voel dat er spanning op staat. Dus ik pak heel even een plastic haaknaaldje. Of nee, wacht. Sorry, ik pak een satéprikkertje erbij. Die haal ik hier zo in. Die haal ik er nu uit. En nu voel ik dat er geen spanning meer op staat. Dus kan ik hem verder haken. Nu hoeven we niks naar achter te duwen. Haken we nog een keer. Hier zit geen spanning op. Dus dat lukt gewoon. Dan gaan we hier. Zo. En nu doen we dat hier ook met wit. Een beetje. Zo, ik duw het even naar beneden. En dan doen we dat hier weer met geel. We zitten ook een beetje in de weg. Dat zult eventjes bij mij niet lukken. Doe ik ze maar één voor één. Oh, nou, dat lukt ook niet bij mij. Zo. Nu doe ik eventjes eerst, voordat ik dadelijk weer last krijg van al die andere elastiekjes, duw ik ze naar beneden. Wat een... Okay. Ik pak gewoon een satéprikker erbij. Zo. Als dit ding nou meewerkt, dan gaat het lukken. Oké. Nu pakken we weer de gele elastiekjes. Zo. Die haken we hier naartoe. Zo. En dan nu. En dan gaan we hier dit witte elastiekje, wat we horizontaal hebben, met een horizontaal elastiekje, doen we naar achter. En dat zetten we hierop. Wat bij mij niet even wil klikken. Zo, dan maar met mijn vingers. En dan gaan we deze rij ook haken. Doe je telkens één elastiekje naar achteren. En dan pak je de onderste twee elastiekjes. Oh. Zorg ervoor dat je erin gaat. Duw het elastiekje dat je tegenkomt naar achter. En zorg ervoor dat je de onderste twee elastiekjes pakt. Dus, nogmaals, ik ga er weer in. Pak de onderste twee. Plaats ze hier naartoe. Zo. Het lukt bij mij nu. Ja, het lukt toch wel. Hoef niet boos te worden. Hier hoef je niks naar achter te duwen. Let op. Hier gaan we schuin haken. Dat is 1. Nu plaats ik nummer 2 erop. Je ziet dat dit hier een heel druk pinnetje is. Merk je wel. Je ziet dat dit een heel druk pinnetje is. Maar het wordt dadelijk nog drukker. Dus we moeten goed mee uitkijken. Dus ik duw het alvast goed naar beneden. Hier duwen we weer het elastiekje naar achter. En pakken weer de onderste twee. Plaatsen de die. Weer hier naartoe.
Tot nu toe ziet het er zo uit. Als het goed is. Hier duwen we weer dat ene witte elastiekje naar achter. Pakken weer de onderste twee en haken hem weer naar voren. Doen we nog een keer. En dan nog een keer. Oh. Ja. En nog één keertje. En dan gaan we weer schuin haken. Dat doen we zo. Oké, nu kunnen we hem veilig stellen. Daar hebben we een speciale video voor gemaakt. Dus als je dat hier niet goed wil zien en je weet nog niet hoe dat moet, dan zal ik je aanraden om naar die video te kijken van ons. We dat veilig stellen doen we met een geel elastiekje. Oké, ik kan ook van de zijkant meekijken of je echt goed alles naar achter duwt. En dan nu halen we hem erdoor heen. Zo. Nou. Zo. Dan halen we de achterste eroverheen. En, trekken we goed aan. Niet te strak, anders breekt hij. En die kunnen we alles eraf gaan halen. En dat doen we heel voorzichtig. Je zorgt ervoor dat het niet breekt. Ik heb even een andere haaknaald. Dan kan ik de achterkant van pakken. Dat gaat makkelijker. En dan kan ik hem er makkelijker uithalen. Eerst op de zijkant. Eraf halen is één, vind ik, altijd het makkelijkste wat je kan doen. Er valt eigenlijk weinig aan uit te leggen. En dat is dan gewoon heel simpel. Er valt heel weinig aan uit te leggen. Het is gewoon eraf halen. En voor de rest hoef je niks te doen. Zo. Je kan soms moeilijk gaan met eraf halen. Dat kan soms gaan. Dan kan je hem ook in meerdere delen eraf halen. Zo. Nou. Dit is hem geworden. Ik hoop dat je iets aan deze video hebt gehad. Ik hoop heel erg dat hij ook bij jou is gelukt. En bedankt voor het kijken. Doei!